Als Nederland staan wij wereldwijd bekend om ons watermanagement. En natuurlijk onze strijd tegen dit water. Maar afgelopen jaren is er ook veel droogte in ons land. Ook dit jaar weer. 2020 mogelijk heetste jaar ooit. De natuur en de landbouw beginnen de droogte te voelen. Natuurbrand Deurnense Peel, een van de grootste ooit in Nederland. En sproeiverbod op de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug. Dit zijn slechts enkele voorbeelden die aangeven hoe extreem droog het nu al is in Nederland. Maar is het niet te vroeg in het jaar om ons al zorgen te maken? Vanaf 1 april doen we jaarlijks eigenlijk het neerslagtekort bijhouden. Dat wil zeggen dat we de verhouding tussen verdamping en onttrekking en neerslag bij elkaar optellen. Dat is altijd een tekort in de zomer, omdat dan gewassen groeien. Maar dat tekort loopt nu al vrij snel op. Sneller dan we eigenlijk gewend zijn gemiddeld. En ook al sneller dan de afgelopen 2 jaar het geval was. Dus in die zin maken we ons best wel zorgen over dit groeiseizoen. Maar wat het verleden ons heeft geleerd, is dat het ook zomaar om kan slaan. Als het zo droog blijft zoals het nu is, ja, dan gaan we 2018, wat we recent hebben gehad, die droogte, dat gaan we gewoon evenaren of zelfs ruim overheen. Tegelijkertijd zou het ook kunnen zijn dat het weer opeens omslaat en dan krijg je opeens een periode met gewoon buien en regen en dan is die droogte van nu, ja, die zijn we heel snel vergeten. Feit blijft dat het weer extremer wordt. We hebben de afgelopen jaren veel droogte gezien, maar er kunnen ook extreem natte periodes aankomen. Ook de nattere periode moeten we wel in de gaten houden, dus we kunnen nu wel onze focus volledig op de droogte zetten. Maar alleen de droogte is niet voldoende. Je moet ook nadenken over als het water toch valt, waar valt het dan en in welke hevigheid. Ja. De voorspellingen zijn vooral dat ook als er dan buien vallen, dat die heftiger zullen zijn. En meer piekbuien, dat betekent ook dat je moet nadenken over hoe je zo snel mogelijk dat water laat infiltreren in de bodem, in plaats van dat we dat zo snel mogelijk weer af gaan pompen. Want achter die hoogstbui kan uiteindelijk ook weer een grotere periode van droogte achterweg komen. Het is niet precies te zeggen, maar het lijkt een extreem droge zomer te worden. En daar hebben we met z'n allen in Nederland rekening mee te houden. Nou ja, dat is echt je tuin zo minimaal sproeien. Maar mensen willen ook niet dat hun tuin helemaal gaat verdorren. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen overwegen om juist 's avonds te sproeien. Want als je 's avonds sproeit, dan heb je in ieder geval dat in de nachtperiode dat water langzaam de grond in gaat sijpelen. Als je overdag gaat sproeien, staat die zon er al op te branden. Dus ik denk dat dat wel een verschil maakt. Ja, en probeer je auto eens wat minder vaak te wassen. Het staat waarschijnlijk nu toch al wat vaker stil. Dus laat het maar even staan. Ook de agrarische sector zou natuurlijk, als het gaat over beregenen, bewust na kunnen denken van wanneer beregen ik nou? Doe ik dat overdag en 's nachts? Of doe ik het alleen 's nachts? Uiteindelijk is het zo dat als je alleen 's nachts beregent, heb je veel minder verdamping dan dat je dat 24 uur per dag doet. Een van de dingen die we ook niet moeten vergeten, dat zijn natuurbranden. Zoals eerder dit jaar in de Deurnense Peel. Ik denk dat je dat de komende weken vaker zult gaan zien, gezien het feit dat er de komende tijd weinig regen zit aan te komen. En ook bermbranden langs het spoor, langs de weg. Ik denk dat dat steeds vaker gaat optreden als het zo droog blijft. Als je bijvoorbeeld kijkt naar 1976, was ook een heel droog jaar. Was tot op heden een van de droogste. Ja, toen hadden we ook hele flinke bosbranden op de Veluwe. En ook bijna Australische toestanden. Dus laten we hopen dat het niet die kant op gaat. We zullen altijd zoveel mogelijk en zo lang mogelijk water beschikbaar houden. Als het gaat over waterveiligheid, keringen. Maar ook als het gaat over brandveiligheid. En dat is best wel een uitdaging. En die bodem wordt steeds droger, dus het risico op brandgevaar wordt ook steeds groter. Maar het beschikbaar houden van zoet water, geprioriteerd voor de bestrijding van brand, dat blijft onverminderd een opgave. Hoe dan ook, we hebben veel om over na te denken als Nederland zijnde. Dat gaat van bij wijze van spreken de naaldbomen op de Veluwe tot aan het landgebruik bij de agrarische sector. Dat ook daar kun je nadenken over wat voor teelten zijn nou bij het veranderende klimaat nou handig. Als je kijkt naar het westen van het land, waar we toch steeds meer last hebben van verzilting, omdat er vanuit de zee druk kwelwater omhoog komt. Wat uiteindelijk levert dat er meer brak water is, waardoor bepaalde teelten niet mogelijk zijn. Dus nadenken over andere teelten die daar wel tegen kunnen, is
absoluut noodzakelijk om over 100 jaar zeg maar, Nederland nog leefbaar te houden.